In de volksmond zijn betrouwbaarheid en politiek niet altijd synoniemen. Actua TV wil die mythe doorprikken en gaat daarom 6 afleveringen lang op zoek naar de meest betrouwbare politicus. Onze redactie maakte een eigenzinnige selectie uit onze federale en Vlaamse excellenties. Aan de hand van archiefbeelden nemen we hun lichaamstaal en non-verbale communicatie onder de loep. Wie is de meest betrouwbare politicus? Een hele week lang gaat Actua TV op zoek naar een antwoord op die vraag, samen met Wim Mulders van het Centrum voor Lichaamstaal. Wim Mulders, u bent lichaamstaal-expert. Ja, wat moeten we ons voorstellen bij een expert ter lichaamstaal? Wel, dat is iemand die een doorgedreven studie heeft gedaan rond de lichaamstaal bij mensen. Ik heb dat gedaan in het Centrum voor Lichaamstaal. Center for Body Language, zoals dat heet. En wereldwijd is dat de nummer 1 in opleidingen in de bedrijven rond body language, rond lichaamstaal. Wat kan een praktische toepassing zijn van zo'n lichaamstaal? Praktische toepassing is eigenlijk is velerlei. Je kan het gebruiken in het bedrijfsleven, waar je het kan gebruiken om succesvoller te zijn. Er zijn vooral aan Harvard heel veel studies gebeurd rond de invloed van lichaamstaal. Niet alleen op hoe mensen jou zien of hoe anderen of hoe jij anderen ziet, maar ook rond wie je bent en hoe je je voelt. Er is een professor psychologie die onlangs een heel interessant verhaal heeft ontdekt. Dat er eigenlijk een verband is tussen de manier waarop je staat, de manier waarop je beweegt en succes dat daaruit volgt. Dus dat is wel een zeer interessante onderwerp voor dit moment. Wij gaan het gebruiken om politici te analyseren, op zoek te gaan naar de meest betrouwbare politicus, aan de hand van een lichaamstaal. Mm-hmm. Ja, het zijn natuurlijk ook allemaal een beetje wel acteurspolitici. Ze weten dat er camera's staan die hun voortdurend in beeld houden. Kan je dan nog een gedegen analyse maken van een politicus? Ja, wel, wij denken van wel. Als je kijkt naar, er is recent in Princeton University onderzoek gebeurd bij studenten, waarin ze puur een fractie van een seconde eigenlijk maar het beeld kregen van bepaalde politici die ze niet kenden, omdat ze uit een andere staat kwamen. En dus puur op hun, eigenlijk maar hoe ze fysiek overkwamen, werd hen gevraagd voor wie ze zouden stemmen. En nadien is dan het volledige programma, hebben ze die mensen eigenlijk iets beter leren kennen op beeld en dergelijke meer. En in 70% van de gevallen bleef die eerste indruk bepalend voor de keuze voor wie ze stemden. En dan zou je zeggen van oké, goed, dat is nog vrij dichtbij. Maar dan hebben ze diezelfde studenten ook Mexicaanse politici, die dus totaal onbekend voor hen waren. En hebben ze eigenlijk dezelfde test gedaan. En ook daar bleek weer dat het beeld dat mensen zich maken van politici in 70% van de gevallen bepalend is voor hun keuze. En vanuit dat opzicht is het natuurlijk wel relevant om eens te kijken wat onze Vlaamse en Belgische politici op beelden tonen of niet tonen. Wel, laten we dan misschien meteen met het werk beginnen. Ja, inderdaad. En we doen dat met een klepper meteen, Chris Peeters, boegbeeld van de Vlaamse regering, maar ook boegbeeld van CD&V. Goed, wat we hier hebben gezien bij minister-president Chris Peeters is dat hij een heel, ik zal het even neerleggen, hij straalt wel vertrouwen uit. Ik bedoel, hij heeft binnenpretjes, dat zie je ook. Op een gegeven moment gaat hij ook zichzelf een beetje beschermen. Hè. Nu, voor alle beeldmateriaal dat we gaan zien, geldt natuurlijk dat er altijd een mogelijkheid is dat iemand gewoon koud heeft en daarom zo gaat staan. Maar in dit geval, waar hij in, ik denk, het parlement bezig was, als hij dan zo gaat staan, dan sluit hij zich toch wel een beetje af. Nu, uit studies blijkt ook dat mensen die
met armen gekruist staan, 40% minder van wat er verteld wordt binnenkrijgen. Dus het is niet echt een goede houding als je aandachtig wil luisteren naar mensen, om dan met gekruiste armen te gaan zitten. Dus. Maar ik denk, ja, op basis van het materiaal dat we hier zien, dat hij toch wel een goede kandidaat is. Hè. Ik bedoel, hij komt vrij betrouwbaar over. Bepaalde dingen, dat het monkellachje, ja, nou, zo'n beetje wat je heel vaak bij lichaamstaal natuurlijk ziet, is als je dingen gaat imiteren, je ziet iets, dat is een hele goede tip, als je iets ziet wat je niet echt goed kan plaatsen, is als je het zelf gaat herhalen, zelf gaan nadoen, dan voel je ook heel vaak de emotie die daarbij betrokken is. Dus ik denk van, ja, dat monkel. Nu, het hangt ook af van wat er op dat moment natuurlijk wordt verteld. Ja, hij is natuurlijk door en door vertrouwd met dat parlement, ja, met de mensen die, ja, daar spreken. Hij voelt zich inderdaad thuis waar hij staat. Je ziet hem ook heel vlotjes aan op het sprekersstoel te staan. We zullen andere politici zien die bijna krampachtig het sprekersstoel steun vast, ja, steun zoeken. Dat is bij hem zeker niet het geval. Ja. Hij ligt er wel eens zijn hand, maar hij staat eigenlijk vrij goed in zijn, in zijn rol. Ja. Dus als hij moet een score geven, hoeveel geeft hij hem dan op 100? Goh, op 100 is natuurlijk een heel moeilijke uitspraak, omdat het uiteraard enkel op basis van deze beelden is. Maar ik denk dat we toch bij hem rond de, laten we zeggen, 78, 80 gaan zitten. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Goed, laten we dan van de federale naar de Vlaamse, van de Vlaamse naar de federale regering gaan. Met Olivier Chastel, ja, minister van Begroting voor MR. Eindelijk een backbencher. Ja. Een man die je niet veel ziet, ook niet veel inderdaad hoort. Ja. En alle begrotingscontroles, eigenlijk zijn materie, zie je hem niet. En hij stuurt dan, als alles afgelopen is, stuurt hij een perscommuniqué met zijn PowerPoint. En dat is het dan eigenlijk. Ja, inderdaad. Maar laten we eerst eens kijken. Inderdaad. Bij Chastel opvalt is dat er zo weinig te zien is eigenlijk. Zelfs in het laatste stukje waar hij het heeft over de verkrachtingen in Congo, wat toch een vrij ernstig beladen onderwerp is, toont hij eigenlijk geen emotie. Dus ik vermoed dat hij enerzijds natuurlijk niet echt Nederlands machtig is, dat hij vooral aan het debiteren is van een tekst zonder echt goed te begrijpen wat de tekst inhoudt. Nu, bon, verkrachtingen, ook voor Franstaligen, ik bedoel, zeker ministers of staatssecretarissen, die gaan natuurlijk wel zien. Dus dat verbaast mij een beetje dat hij daar zo afstandelijk rond is. En in zijn geval zou ik toch zeggen van, ja, dat indien hij ietsje meer zou meeleven met de tekst, met wat hij aan het brengen is, dat hij veel echter en veel authentieker zal overkomen dan hier een beetje gekunsteld. Ja, en dat vertelt zich in een score van. Oh, ik zou hem zeker niet hoog. Nu, moet natuurlijk een beetje rekening houden met het feit dat het niet in zijn moedertaal is dat hij aan het praten is. Dus ik zou hem ergens rond de 58, 60 willen zetten. Oké, okay. De volgende die aan bod komt is Sabine Laruel, een partijgenoot van Chastel. Ze nemen ook nog op elkaar. Minister van Middenstand. Ja, en een vrouw waarvan ik dan denk, ze wil wel, maar het lukt niet altijd even goed. We zullen eens kijken. Ja. Thank you.
Wel, wat we hier heel duidelijk zien is dat zij een zeer groot ego heeft. In het begin van het stuk is het heel duidelijk, als ze aan het spreken is, spreekt echt met haar duimen bijna. Wel, dat valt gewoon op. Dat is heel typisch voor mensen met een groot of misschien wel te groot ego, wat bij politici misschien niet zo verwonderlijk is, maar het is toch wel een heel markant stukje. Wel, normaal gezien, als je aan het spreken bent en je wil kracht bijzetten, ze noemen het de basketbal, dan heb je effectief je handen wel zo, maar bij haar zijn haar duimen echt hoog opgericht. Valt echt heel sterk op. Wat ook opviel, was het meer op het einde, waar ze echt heel sterk met de vinger aan het wijzen. Dat is een vrij agressief gebaar, toch? Dus ik denk dat jouw gutgevoel over haar inderdaad wel bevestigd wordt daarin. Dat ze zeer graag wil en dat ze zelf in een beetje agressieve rol aan het komen is, omdat het misschien toch wel niet zo goed lukt. Ze vindt ook van zichzelf dat ze te weinig gehoord wordt. Ja, ook typisch waarschijnlijk aan mensen met een zeer groot ego. Hè. Ze wil zichzelf ook wel op de voorgrond plaatsen. Ja. En ik denk dat ze voor de meeste kijkers toch niet echt een groot bekende is binnen de... Goed. Als we dan een getal opplakken, waar komen we dan uit? Ik vind daar op zich niet echt... slecht overkomen, maar door het feit dat ze echt zo zich heel sterk gaan positioneren en te graag wil, zou ik haar ergens rond de 65 inschatten. Mm-hmm. Oké. Dan wordt Laruelle opgevolgd door nog een vrouwelijke politica,